You didn't even realize. Doei iedereen van BeLive en welkom terug bij een nieuwe Rollercoaster Tycoon Classic video. Dit is namelijk de laatste video van seizoen 2 van de Rollercoaster Tycoon Classic. Maar niet getreurd, er komen nog meer aan voor Rollercoaster Tycoon Classic. En deze keer bevinden we ons in Paradise Pier. Verander de pier van dit slaperige stadje in een bloeiende petpark. Jouw doel, op zijn minst 600 bezoekers in je park te hebben aan oktober van jaar 2. Met beoordeling van park minst 600. Zo, we gaan eens kijken. Meen je dat nu? Meen je nu dat park echt zo klein is? Meen je nu echt dat park echt zo klein is om te bouwen? Ik ben al slecht in bouwen in deze kleine parken en nu is het echt wel serieus klein. Hoe kun je nu alsnog daar een attractie in gaan bouwen? Rustig blijven of gewoon proberen. Dus eerst gaan kijken voor een attractie te gaan bouwen. Dan kun je zelf nog buiten het park ook bouwen als je wilt. Kijk net hier. Zo, we zullen eens beginnen met deze draaimolen te gaan plaatsen. Oké, deze doen we open. Een achtbaan zal onmogelijk zijn. Of er zijn we hier zo rond zelf een achtbaan kunnen bouwen. Zullen we ook nog wat kraampjes gaan plaatsen. Misschien een rit in een kartje, oldtimers. Oké, de oldtimers kunnen we misschien hier plaatsen dan. Zoals je ziet hebben we dus zeer weinig ruimte om te gaan bouwen. Dan moeten we eerst kijken hoe je dat pad hier kan aanbouwen. Dan zal het pad hieronder worden en zo naar bovenop. Deze draai heeft blijkbaar niet zoveel succes blijkbaar. Maar eens kijken, draai is wel de prijs waard. Hier een euro 50 van maken. Ik denk dat we hier zo een kinderachtbaantje gaan bouwen. Maar we gaan hem dan zelf gaan bouwen. Wel bekijken hoe we het juist gaan doen. Eerst dan maak dat hij kan terugkeren. Dus doen we dit zo. Dan doen we naar beneden een bochtje naar beneden. Dan gaan we rechtdoor. Geen een klein bochtje naar bovenop. Oké, de layout gaat misschien niet op veel trekken nu. Want we hebben meteen mijn best te doen met wat ruimte dat we hebben. Het is misschien niet de perfecte layout. Maar ik heb het iets geprobeerd om van te maken. En wat was ons doel ook alweer? We gaan eens vlug kijken wat ons doel ook was. 600 bezoeken. Even kijken wat ze ook allemaal denken. Dat is de prijs waard. Dan misschien een euro 30 van maken. Blijkbaar gaan hier ook veel hier in het reuzenrad. Dus ik ga een euro 30 hier ook voor vragen. Om de 10 minuten gaan we hem laten controleren. Dus hebben we ook een nieuwe attractie bij de spiraalachtbaan. Zo, en na heel de tijd door te spoelen hebben, zijn we even terug in het park hier. Ondertussen hebben we hier een nieuwe achtbaan bij. Heel veel attracties, maar de meeste kunnen we ook niet plaatsen. Dus we gaan even nog hier en daar misschien een keer een toiletje gaan bouwen. En deze is altijd ook praktisch om te plaatsen. We gaan even aan het begin van het park hier doen. Maar blijkbaar gaat het regenen. En jullie weten dan wanneer het regent. Wat ik namelijk ga doen. Natuurlijk de prijs van de parapluutjes op. Nu hebben we terug regen. Zou het terug omhoog. Zo, mijn bezoekersaantal gaat ook omhoog. Waarom gaan de mensen hier niet echt in? Dat was geweldig. Misschien een euro 20 voor vragen. Zo, onze bezoekers. Oh, mensen. Er staat een dondertje hier. Kijk hier. Rechts onder staat er een dondertje. Waar is mijn kiosk hier? Dus we gaan even vlug gaan opslaan. Dus overal staan ze nu goed aan te schuiven, zie ik. Dat is goed. Kijk wat ze hier denken. Was geweldig. We even hier terug naar 7 euro gaan opslaan. Ondertussen is het park goed rendabel aan het gaan. Ik zie me meteen terug. Zo, we zijn even terug. Ik dacht dat ik dit leven met moeilijkheid ging halen, maar klaarblijkelijk. Ik had dit leven nog met gemak halen. Ik denk dat mijn slimste zet was om een achtbaan te gaan bouwen. Die achtbaan wordt duidelijk wel druk bezocht. Dan mensen te kijken van, zou ik wel op de achtbaan gaan, ja of niet? Oké, we zitten momenteel in oktober. En door een of andere reden wordt onze draaimolen zo niet meer bezocht. Ze willen niet zoveel betalen, dus gaan we even zakken naar 1 euro. Ik denk waarschijnlijk ook voor de draaimolen van hetzelfde. Oké, we gaan daar 50 cent voor vragen. We zitten met de oldtimers. Ik betaal ook niet zoveel voor de oldtimers. Juist mag ik geen verlies maken, dus zou je 50 cent voor vragen. Blijkbaar voor de achtbaan betalen ze altijd evenveel betalen. Of is nu genoeg? Ik denk dat die 6 euro of 7 euro genoeg is. En ondertussen zit het ook in het laatste jaar moeten zijn. 8 oktober, 1 oktober. Zullen we weer een klein beetje doorspoelen? Een beetje aan het doorspoelen, maar zoals je ziet ben ik niet te veel aan het bijbouwen nu, want het park staat bijna boomvol. Zo, en nu zitten we aan de laatste dagen van oktober. En sowieso zullen we dit level halen. Wat ik eerlijk gezegd niet op het eerste zet had gedacht. Maar zoals ik al zei, ik denk dat mijn slimste zet de achtbaan was om te plaatsen. Natuurlijk, als je het spel wat spelen, moet je ook vooral je financiën in de gaten houden. De prijzen van de attracties en zo.
En vooral de gedachten van de bezoekers. Dat boven het zeggen van, voor deze attractie wil ik niet betalen niet zoveel, dat je wel wat gaat minderen in je prijs. Ziet, en we hebben het gehaald. En voor het einde van dit seizoen hebben we dus het level gehaald. Vond je dit een leuke video? Geef allemaal zeker al dat duimpje omhoog. Vergeet niet om te gaan abonneren op mijn kanaal hier beneden. Vergeet ook even niet het belletje naast de abonneerknop aan te klikken, zodat je een melding krijgt wanneer ik een video upload. En ik zie je terug in seizoen 3 van de Rollercoaster Tycoon Classic.